Nou, mijn naam is Klaas Versteeg en ik ben advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek hier in Amsterdam. Toen ik rechten studeerde aan de UvA, werd het nieuws gedomineerd door de Europese Commissie, die de aanval opende op allerlei ingewikkelde belastingstructuren van bijvoorbeeld Amazon, Facebook, Apple, Starbucks, noem ze maar op. En om hier meer over te weten te komen en beter te begrijpen hoe deze complexe structuren eigenlijk in elkaar zitten, besloot ik mijn studie met nog een jaartje te verlengen en nog de master internationaal en Europees belastingrecht te doen. Nou, dit fascineerde mij toen zo erg dat ik besloot me hier verder in te specialiseren. En inmiddels ben ik al bijna 8 jaar als fiscaal advocaat hiermee bezig. Waar ik het vandaag met jullie over wil hebben is een heel concreet en actueel thema. En dat is namelijk de vraag of ons belastingstelsel wel of niet bijdraagt aan de vermogensongelijkheid in Nederland. Nou, we weten uit onderzoek, uit vergelijkend onderzoek met andere landen, dat het met de inkomensongelijkheid in Nederland relatief wel meevalt. Maar sinds alle publicaties van Piketty beseffen we ons meer en meer dat de vermogensongelijkheid eigenlijk veel groter kan zijn. Nou, daarom heeft het kabinet een opdracht gedaan om een onderzoek te doen naar hoe het nou zit met deze vermogensongelijkheid in Nederland. En ongeveer een maand geleden is dit onderzoek gepubliceerd. En daaruit bleek dat de vermogensongelijkheid in Nederland eigenlijk veel groter is dan wij ons daarvoor beseften. En dat komt met name doordat nu voor het eerst ook is gekeken naar het eigendom van bedrijven. Nou, uit dat onderzoek blijkt dat meer dan 60% van het vermogen in Nederland wordt gehouden door slechts 10% van de huishoudens. En als je nog verder inzoomt, blijkt dat meer dan een kwart van het vermogen wordt gehouden door maar 1% van de Nederlandse huishoudens. En wat opvalt in dit onderzoek is dat de zogenaamde bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting als een belangrijke versterker van deze vermogensongelijkheid wordt gezien. Aangezien het kabinet direct heeft gereageerd en Mark Rutte direct heeft gezegd, nou, dan moeten we daar maar wat aan gaan doen. En ik sta open voor belastingmaatregelen om die vermogensongelijkheid te verkleinen. En het kabinet heeft aangegeven direct met Prinsjesdag maatregelen hiervoor te zullen presenteren. Nou, Prinsjesdag is over 3 weken. Is dit onderwerp dus actueler dan ooit? Dus ik wil graag met jullie bespreken hoe die bedrijfsopvolgingsregeling nou precies werkt. En dan vooral jullie uitdagen om zelf een positie hierover in te nemen. En zelf na te denken wat jullie zouden doen als jullie in het kabinet zouden zitten. En over 3 weken hier iets over zouden moeten zeggen. Nou, normaal gesproken werkt het in de schenk- en erfbelasting zo dat als jij vermogen van je ouders erft, dat je daar dan 20% schenk- en erfbelasting over moet afdragen. Nou, tegenstanders van de schenk- en erfbelasting zeggen doorgaans dat dit een oneerlijke, ongerechtvaardigde belasting is, omdat die tot dubbele belastingheffing leidt. Want zij zeggen dan, ja, eerst hebben de ouders inkomstenbelasting betaald over al het vermogen wat zij hebben vergaard. Vervolgens gaat dat over naar de kinderen en moet er nog eens een keer 20% schenk- en erfbelasting worden afgedragen. Nou, voorstanders van de schenk- en erfbelasting brengen daartegen in dat dit helemaal geen ongerechtvaardigde dubbele belasting is, omdat die schenk- en erfbelasting juist wordt geheven van de kinderen. En die kinderen hun leven als het ware met een voorsprong beginnen, doordat als zij geboren worden ze direct met een bepaald vermogen beginnen. En als zij dat vermogen niet hadden geërfd en er zelf voor gewerkt hadden, hadden ze daar ook gewoon inkomstenbelasting over moeten betalen. Dus doordat het een belasting van de kinderen is, is het eigenlijk logisch dat dat meteen in de heffing wordt betrokken. Maar nou doet zich een probleem voor als kinderen het bedrijf, bijvoorbeeld het familiebedrijf, wat door hun ouders of grootouders is opgericht, erven of geschonken krijgen. Want dan is er vaak niet op dat moment geld voorhanden om die schenk- en erfbelasting te betalen. Kijk, stel een kind erft het familiebedrijf van zijn ouders, dat bestaat uit een fabriek, een aantal werknemers en een goede reputatie. Nou, als dit familiebedrijf, laten we zeggen, 10 miljoen waard is, dan heeft dat kind doorgaans niet 2 miljoen op de bank staan om direct die schenk- en erfbelasting van te betalen. Het geld kan ook niet uit het bedrijf worden gehaald, want dat zou, ja, in mijn geval alleen maar kunnen door die fabriek te verkopen.
maar dan bestaat het familiebedrijf niet meer. Dus om dit concrete probleem op te lossen, is inmiddels in een ver verleden de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting geïntroduceerd. En die werkt eigenlijk als volgt. Die regeling zegt dat als een kind een bedrijf van zijn of haar ouders erft, de eerste 1 miljoen aan waarde is vrijgesteld. En boven de 1 miljoen is 83% wederom vrijgesteld. En voor de 17% aan waarde die nog resteert, de belasting daarover mag 10 jaar later worden betaald. Dat zorgt er dus voor dat op het moment dat zo'n familiebedrijf overgaat, niet direct de hele inboedel verkocht hoeft te worden om de schenk- en erfbelasting te betalen. En dat die kinderen 10 jaar de tijd hebben om steeds een stukje van de winst uit het bedrijf apart te zetten om 10 jaar later die belasting te betalen. Wat uit dat onderzoek blijkt, wat in opdracht van het kabinet een maand geleden is gepubliceerd, is dat zij eigenlijk zeggen, nou, 1 plus 1 is 2. We zien aan de ene kant dat eigenlijk blijkt dat in 75% van de gevallen er eigenlijk gewoon voldoende geld in die onderneming beschikbaar is om die belasting te betalen. En we zien dat bij de vermogendste 1% de meeste schenkingen en erfenissen van bedrijven plaatsvinden. Dus deze regeling draagt bij aan de vermogensongelijkheid in Nederland. Want hè, voor normale schenkingen wordt wel gewoon de 20% schenk- en erfbelasting geheven. En we zien dat het eigenlijk niet echt nodig is. Dus wij adviseren het kabinet om de regeling af te schaffen. Of in ieder geval die vrijstelling in belangrijke mate in te perken. Maar nu is er ook heel recent een ander onderzoek gepubliceerd. Wat is gedaan in opdracht van de Nederlandse familiebedrijven die gebruik maken van deze regeling. En uit dat onderzoek blijkt dat ja, inderdaad, er is vermogen in die familiebedrijven. Maar dat is niet zomaar geld wat vrij op de bankrekening staat. Dat is geld wat in de komende jaren gebruikt moet worden om te investeren in de onderneming. In bijvoorbeeld een nieuwe fabriek in mijn voorbeeld of een innovatieve nieuwe technologieën. Die juist weer bijdragen aan de werkgelegenheid in Nederland. En uit hun onderzoek blijkt eigenlijk dat maar in 10-30% van de gevallen er voldoende geld beschikbaar is in die onderneming. En dat in al die andere gevallen, ja, er dus geld uit die onderneming moet wat niet meer geherinvesteerd kan worden. Of dat de onderneming een lening daarvoor moet aangaan, wat deze bedrijven weer op een achterstand zet in hun concurrentie met buitenlandse bedrijven die niet met deze belasting geconfronteerd zouden kunnen worden. Nou, nu blijkt uit die interviews met die 200 familiebedrijven dat een significant aantal daarvan zegt, ja, als die bedrijfsopvolgingsregeling wordt afgeschaft, dan zien wij gewoon een gevaar voor ons familiebedrijf. En de ene optie zou dan zijn het familiebedrijf dan maar verkopen, al dan niet aan buitenlandse investeerders, of het hele bedrijf en de familie naar het buitenland verplaatsen om helemaal aan deze belasting te ontkomen. Wat weer natuurlijk een desastreuze negatieve impact op de werkgelegenheid in Nederland zou hebben. Nou, nu ik jullie deze achtergrond heb gegeven, wil ik jullie eigenlijk uitdagen om hier over na te denken alsof je in het kabinet zou zitten en alsof je over 3 weken met Prinsjesdag hierover iets zou moeten aankondigen. Er zijn een aantal opties denkbaar. Je zou kunnen zeggen, nou, we voeren gewoon uit wat in het regeerakkoord staat. In het regeerakkoord staat dat deze regeling blijft zoals die is en dat alleen evidente misbruikgevallen die eigenlijk niet voor deze regeling in aanmerking komen, dat we daar iets tegen gaan doen. Dan zorg in ieder geval voor dat de werkgelegenheid in Nederland blijft zoals die is, dat familiebedrijven niet in gevaar komen, maar ja, los je deze vermogensongelijkheid niet op. Een andere optie is de bedrijfsopvolgingsregeling dan maar helemaal afschaffen. Nou, dan doe je niet wat in het regeerakkoord staat. Doe je een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de vermogensongelijkheid in Nederland. Maar breng je deze familiebedrijven in ernstige problemen bij een opvolging. Of misschien een derde opvolging, dat is misschien een beetje een tussenoplossing. Dat je zegt, ja, die vrijstelling die is wel heel ruim. Laten we die in stappen of in belangrijke mate inperken. Maar laten we dan dat uitstel van betaling, ja, dus dat je 10 jaar later de hele belasting mag betalen,
laten we die vooral houden zoals die is of verder uitbreiden, zodat die familiebedrijven niet in acute geldproblemen komen en gewoon kunnen, hè, van generatie op generatie kunnen overgaan. Maar dat uiteindelijk wel het hele bedrag aan belasting wordt betaald, maar dan, ik zeg maar wat, 10 jaar later. Nou, wat ik met het voorbeeld heb willen aantonen is dat, dat het in het belastingrecht, dat ons hele belastingstelsel eigenlijk is opgebouwd uit compromissen tussen verschillende deelbelangen in de hele samenleving. En dat het dus eigenlijk ook altijd complexer in elkaar zit dan we op sociale media vaak lezen, waarin ja, staat helemaal afschaffen of deze vrijstelling helemaal invoeren. Maar dat het wel altijd een heel interessant thema is.